Op een woonwagenkamp in de Utrechtse wijk Hooggraven is gisteravond een man neergeschoten. De politie is lange tijd op zoek geweest naar de daders, maar vooralsnog zonder succes. Boven Hooggraven hing lange tijd een politiehelikopter om mee te zoeken naar de voortvluchtige daders. Het lijkt te gaan om twee personen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er precies aan toe is, is nog onduidelijk. Op de N204 tussen Linschoten en Montfoort is gisteravond een ongeluk gebeurd. Twee auto's botsten frontaal tegen elkaar, waardoor de weg bezaaid lag met brokstukken. Bij het ongeluk zijn volgens een getuige twee gewonden gevallen. De weg werd tijdelijk afgesloten. Bij de brand in Overberg is gisteren één persoon aangehouden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een schuur achter een huis aan de Parallelweg. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Er is niemand gewond geraakt. Een bijzondere actie van de NS vandaag. Het spoorbedrijf laat een trein door Nederland rijden met daarin een zogenoemde studiecoupé. Daarin mogen middelbare scholieren zitten die zich willen voorbereiden op de eindexamens van volgende week. In de coupé zitten bijlescoaches die verstand hebben van vakken als wiskunde, Engels, Nederlands en biologie. De trein vertrekt rond 9:30 vanuit Alkmaar en gaat via onder meer Utrecht Centraal naar het eindstation Maastricht. En dan nog het weer. Vroeg in de ochtend is er op veel plaatsen nog wat zon. Vooral in de middag valt er enige tijd buiige regen. Het wordt maximaal 14 graden. Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. In de nacht is het wisselend bewolkt en het wordt dan rond de 6 graden. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.